Hallo, welkom bij de tweede les Anatomie voor Yoga. De vorige les hadden we het over de wervelkolom. Vandaag wil ik het eigenlijk hebben over de basisstructuur van een gewricht, zodat we later die basisstructuur kunnen gaan toepassen op alle gewrichten in het lichaam. In de eerste plaats die van de wervelkolom, maar ook alle andere gewrichten in het lichaam. En om een model te hebben, gebruiken we deze twee yoga-blokken. Er zijn twee beenderen die met elkaar in verbinding zijn via een gewricht. Er zijn dus twee gewrichtsoppervlakken en er is de gewrichtsruimte. En om het makkelijk te maken, gaan we enkel structuren toelaten aan de linker en de rechterzijde ervan. Dus er zijn spieren, pezen, ligamenten aan één zijde, spieren, pezen, ligamenten aan de andere zijde van het gewricht, om dat gewricht te helpen in balans te houden of om het gewricht te laten bewegen. Oké. Dus als het zo is dat de gewrichtsoppervlakken van een gewricht evenwijdig zijn aan elkaar en dat er daardoor een uniforme, gelijkmatige druk ontstaat over de twee gewrichtsoppervlakten, dan hebben we eigenlijk geen probleem. Hè? Want als we dan duwen, als er gewicht komt, of er komt compressie, of er komt druk op de beenderen, in het gewricht is er een perfecte verdeling van al die krachten. En door de actie-reactiekracht, als je die twee gaat optellen, dan is die eigenlijk nul. Dus dat betekent eigenlijk dat door een correcte alignment, als alle gewrichten zo op elkaar zouden staan in het lichaam, dan creëer je nergens een disbalans. Natuurlijk, van zodra er een beetje een disbalans is, je kan dat zien als ik die twee gewrichtsoppervlakken onder een hoek zet van elkaar en ik ga dan drukken, dan ontstaat er meer druk aan deze kant en minder druk hier. Dus de structuren aan deze kant worden uitgerokken en de structuren aan deze kant worden gecomprimeerd. Deze situatie is duidelijk niet gezond. Als dat langere tijd blijft duren of ik ga dan belasten, dan ontstaat er een zeer ongelijkmatige druk in het gewricht, waardoor er ook kwetsuren kunnen ontstaan in het gewricht zelf. Compressie en elongatieverschijnselen. Dus we willen eigenlijk, zoals ik zei in de wervelkolom, willen we eigenlijk die druk zo gelijkmatig mogelijk houden, zodat bijvoorbeeld de tussenwervelschijven niet gaan dehydrateren. Oké, nu, als die toestand niet in balans is, wat hebben we dan? Dus er is een afwijking in de hoek. Er is geen uniforme druk over de twee gewrichtsoppervlakten. En dan krijg je aan deze kant een toestand waarin dat de weefsels zijn uitgerokken. Aan deze kant een toestand waarin dat de weefsels zijn gecomprimeerd of samengetrokken. Plus er is hier in het gewricht zelf druk aan de binnenkant. In zo'n situatie kan er pijn ontstaan aan beide zijden. Aan de ene kant compressiedruk, die zeer drukgevoelig zal zijn en die eerder een acuut karakter zal hebben, dus die eerder inflammatoire zal zijn, in de zin van als je duwt, dat er een heftige reactie, een stevige of hevige pijnprikkel zijn. Aan deze kant kan er ook pijn ontstaan door vermoeidheid en uitrekking, elongatie. De soort pijn zal daar eerder geneigd zijn om chronischer te zijn van karakter, dus minder scherp. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dat zijn de grote tendensen. Oké. Wat is de oplossing hiervoor? Wel, traditioneel, en dat is ook wat ik heb geleerd in oorsprong, lang geleden in mijn opleiding, gaan we proberen om deze situatie recht te trekken. Letterlijk. Dus deze weefsels zijn verkort, de pezen, de ligamenten, de spieren zijn verkort, eventueel overactief. En we gaan die gaan uittrekken, zodanig dat ze terug hun normale lengte vinden. Jammer genoeg werkt dit maar zeer gedeeltelijk. Dus dat kan een tijdelijke relief geven, een tijdelijke verlichting geven. Die spieren gaan tijdelijk wat uitgerokken worden. Dat zal misschien goed voelen van, er is een ontlasting. Maar de spieren reageren. Spieren zijn een levend weefsel. En
als een spier uitgerokken wordt, zeker een spier die in contractie is, wat zal het effect dan zijn van die uitrekking? Zeker als de spier het gevoel heeft dat er te veel uitrekking is, die zal reageren met een contractie. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom, als je hamstrings gaat stretchen, en je gaat te veel rekken op die hamstrings, dan ze eigenlijk reageren met een contractie. Dus als je die spieren uittrekt, ga je dat ook voelen. Je gaat voelen dat je spieren, de hamstrings, willen in contractie gaan. Het effect is dus eigenlijk dat je nog sterkere en nog meer verkorte spieren ontwikkelt. Aan deze kant die toch al eigenlijk veel te kort is. Dus het effect van het gewoon uitrekken of stretchen van de verkorte zijde is eigenlijk nog meer verkorting. Als we de intelligentie gebruiken van het lichaam, dan kunnen we dat omzeilen. Het is namelijk zo dat spieren aan één zijde en aan de andere zijde, dat die antagonistisch werken. Je zal al wel gehoord hebben van de woordjes agonist en antagonist. Agonist is de hoofdacteur, zou je kunnen zeggen. De antagonist is de tegenspeler. Als we kijken in de arm, de bovenarm, zou je kunnen zeggen, als ik mijn arm plooi, dan is de agonist de biceps, deze spier. De antagonist, die tegenspeler, is de triceps. Het is zo dat er via reciproke inhibitie, heet dat, dus er is een wederkerige onderdrukking van prikkels. Als er een prikkel komt voor de biceps om samen te trekken, dan gaat er tegelijkertijd een onderdrukking zijn van alle stimulerende prikkels van de triceps. Dus dat betekent, als de agonist in actie gaat, zal de antagonist als het ware verplicht ontspannen. Ja, dat is gewoon een reflex. Dat is hoe het lichaam werkt. Als we dat gebruiken in deze situatie, dan kan je zien dat eigenlijk intelligenter is om de verlengde zijde, die meestal verzwakt is, om die te activeren. De spieren hier aan deze kant, als het ware te trainen en in contractie te brengen. En je zal zien dat er dan vanzelf door reciproke inhibitie, een ontspanning ontstaat aan de kant die verkort is. Oké? In mijn voorbeeld van de hamstrings, zou dat betekenen dat je de quadriceps gaat opspannen om de hamstrings te ontspannen. En je gaat dus actie vragen aan de antagonist of de agonist, aan de tegenoverliggende spiervezels. Het is eigenlijk zelfs zo dat het niet zozeer gaat om de individuele spier, maar om de spiervezels die in de dwarse richting, als er hier een probleem is, als er hier een verzwakking is, als je er met een pijl zou doorschieten, de andere kant waar je uitkomt, die vezels zijn met elkaar verbonden. Dus als er hier actie is in deze vezels, zal er hier ontspanning komen. En omgekeerd, dus als er continu een verkorting is, aan deze kant, met een overprikkeling, een overactie aan deze kant, zal die verlenging en die verzwakking aan deze kant steeds groter worden. Dus door met actie te werken, door de tegenspeler te activeren, ga je eigenlijk zorgen voor verlenging. Nu, dat is een vrij eenvoudig principe, maar dat is niet het enige. Het bijkomende probleem is dat al die weefsels ingebed zijn in bindweefsel. En het bindweefsel is een levend weefsel die reageert op stress, op druk en op voeding. Als je zeer veel eet of overvoed bent, zoals de gemiddelde westerling, dan groeit het bindweefsel elke nacht een beetje bij. Dus het bindweefsel zal sowieso groeien en reageert. Waar gaat het groeien? Het gaat groeien daar waar er druk is, daar waar er stress is. En stress kan bijvoorbeeld stretching zijn. Je hebt de hamstrings uitgerokken. Die hebben gereageerd met een contractie. Die zijn wat stijf geworden. Daar zal je meer bindweefselvorming krijgen. Dus eigenlijk krijg je een verdubbeling van dat negatieve effect. Want het bindweefsel zal groeien in de positie waarin dat je ligt. Of de positie waarin dat je hoofdzakelijk beweegt. En zal dus eigenlijk ook een reflectie zijn van al jouw gewone manieren van bewegen. Dus in dit geval zal het bindweefsel, als er hier verkorting is, aan deze zijde verkorten. En zo vastgroeien. En aan de verlengde zijde zal het bindweefsel vastgroeien in
de verlengde positie. Ja. Dus wat is er nodig om terug te keren naar de normale positie? Dat is dat er het bindweefsel aan de verkorte zijde losgemaakt wordt en eigenlijk ook aan de verlengde zijde, maar vooral hier. Hè. Omdat er hier verkorting is, kan je inbeelden dat die weefsels op den duur korter op elkaar zitten, hè, in allerlei richtingen. Zeker als er hier ook nog eens ontstekingsprocessen zijn, dat is weer stress. Hè. Dan zal er hier meer bindweefselgroei zijn, waardoor dat al die verschillende lagen van op het bot. Dus je hebt het bot, dan heb je het bindweefsel rond het bot, dus het botvlies. Hè. En dan de pezen, de ligamenten, de spieren en alle lagen tot en met de huid, die gaan langzamerhand aan elkaar verkleven. Waardoor dat er hier een toestand komt van vastzitten en verkorting. En dus er komt een soort fixatie en verkorting aan deze kant en fixatie en verlenging aan de andere kant. En dat bindweefsel kan je alleen maar losmaken als er ook een rek is op het bindweefsel. Dus we hebben nu gezien, als we dit gewoon uitrekken, dan gaat deze spier die al verkort is, reageren door in contractie te gaan. Als er contractie is, dan gaan oorsprong en insertie dichter bij elkaar komen. Alle weefsels die daar rond zitten, je kan je inbeelden dat dat precies een plastic zak is die er rond hangt, hè, dan komen die uiteinden ook dichter bij elkaar en al dat bindweefsel hangt eigenlijk een beetje los. Dus van zodra er hier een contractie is, kan je aan deze kant het bindweefsel niet meer losmaken. Vandaar opnieuw, als je aan deze kant bij de tegenspeler actie onderneemt, er komt een contractie, spieren aan deze kant ontspannen, gaat langzaam de hoek een beetje openen, hè, dan kan je stretchen in het bindweefsel. Om dat bindweefsel los te maken, is de makkelijkste manier om dat te doen, is door torsies te creëren. Het is een beetje, je kan je inbeelden dat die vezels naar elkaar toe groeien, dat die verkort zijn. Hè? Zo. Voilà. Al mijn vingers die verkorten. Zodat ze allemaal samenkomen. Als ik daaraan ga draaien, dan gaan de kortste vezels eerst lossen. Hè? Dat zijn mijn pinken die uit elkaar komen. Het is een beetje zoals een touw dat je ontrafelt. Door die torsie ontstaat er weer verlenging. Dus het is een combinatie van actie bij de tegenspeler, bij de antagonist, en draaibewegingen maken om het bindweefsel hier los te maken. Nu, je kan het ook manueel losmaken met manuele technieken door bijvoorbeeld het vel vast te nemen, op te pakken en in verschillende richtingen te bewegen. De meest efficiënte of effectieve richting is de richting dwars over de lengterichting van de spiervezels. Maar dat is niet altijd zo. Vandaar dat het makkelijkst is om gewoon twee richtingen te kiezen en in een kruis te bewegen. Hè, zodat die bindweefsellagen, die verschillende lagen, losgemaakt worden. Het is ook belangrijk om te snappen dat die bindweefsellagen, dat die ook allemaal door het hele lichaam verbonden zijn met elkaar. Dus dat zijn een soort myofasciale lijnen, of zoals Thomas Myers ze benoemt, myofasciale meridianen, en ik ga daar later nog heel wat meer over vertellen. Hey, maar door die connectie in bindweefsel, het letterlijke verbindende weefsel, zijn alle spieren in bepaalde lijnen en alle gewrichten in bepaalde lijnen heel sterk met elkaar verbonden en die hebben ook invloed op elkaar. Dus ook daar zal er dan rekening mee moeten gehouden worden. Hey, maar voor nu is het belangrijkste dat je snapt dat er een dat dit de unit is van een gewricht, met twee beenderen. Hè? Die gewrichtsoppervlakte, die liefst evenwijdig zijn aan elkaar. Hè? En weefsels die aan beide kanten in balans zijn. En als dat niet zo is, ontstaat er een disbalans. Hè? In die disbalans is er een kant waarin dat alles vastzit in verlenging en een kant waar alles vastzit in verkorting. Om die verkorting te openen, gaan we de antagonist gebruiken in actie, een stevige contractie vragen, zodat er hier ontspanning kan ontstaan. En gaan we, om het bindweefsel te lossen, werken met torsies en torsiebewegingen. Dat heeft eigenlijk een heel grote invloed op de manier waarop je yoga-houdingen gaat doen. En zowel in pralaya-yoga als in fysio-yoga passen we dat heel erg toe.
Oké, ik denk dat dat voldoende is voor deze les. Hè. Als je er vragen over hebt, laat het mij gerust weten. En zo niet, dan kunnen we verder naar de volgende video.